Mijn naam is Roxane van Ypres. Ik ben de schrijver van het boek Het Hoge Nest. Ik heb natuurlijk ook best wel veel overgelezen, maar het boek heb ik nog niet gelezen. Ik kom niet hier vandaan. Ik woon hier sinds een jaar of 6 en heb dus ook eigenlijk 6 jaar onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het Hoge Nest. Wij kwamen daar wonen en eigenlijk de voormalige eigenaresse, de vrouw van wie wij het kochten, die vertelde een paar kleine dingen over de historie van het huis. Dat het een betekenis heeft gehad in de oorlog. En vervolgens is dat mijn startpunt geweest. En tijdens de verbouwing vonden wij ook heel veel luiken in het huis. Ik had een artikel gelezen in de krant, een interview met de schrijfster. En toen dacht ik, dat boek wil ik hebben. En toen kwam ik met de kerstmis in Vlaardingen bij mijn nichtje te logeren. En toen kreeg ik dit boek van haar. Fantastisch hoor. En toen ben ik gaan rondvragen in de omgeving en eigenlijk verbaasde het mij dat niemand mij iets kon vertellen over het huis. En ik dacht, als het een betekenis in de oorlog heeft gehad, dan zou je denken dat in Naarden, waar het huis staat, maar natuurlijk ook in Huizen, waar het huis heel bekend wel is, dat mensen daar mij iets over konden vertellen. En dat was niet zo. Dus toen ben ik eigenlijk aan een jarenlange zoektocht begonnen. In de archieven en vond voornamelijk in het buitenland een heleboel over wat zich in het Hoge Nest heeft afgespeeld tijdens de Duitse bezetting. Eigenlijk van 1938, de aanloop naar de oorlog, tot 1945, de bevrijding en de terugkeer van de hoofdpersonen, de zusjes Brillenslijper, in Amsterdam. Ja, ik ben ontzettend blij mee. Echt waar. Ja. Ik vind het heel bijzonder. Ik ben erin begonnen, maar door omstandigheden is het weer even blijven liggen.